Ik denk gewoon dat als je eerlijk bent, dat je moet toegeven dat ik begrijp wel dat je heel graag wil winnen deze battle, maar dat bij deze gewoon niet gaat. Dit is een mannensport. Wat zit jij nou meteen moeilijk te doen? Ik kan makkelijk winnen vandaag. Nee, natuurlijk niet. Echt wel? Oké, kijk eens. Groep 8. We gaan er gewoon voor vandaag. Kom op. Hallo allemaal! Hallo. Hebben jullie er zin in? Ja! Zullen we gaan beginnen? Wauw, je zat kaart op mijn teen. Ja, dat klopt. Oké, druk jij op de play? Nee, druk jij op de play. Ja, omdat jij niet weet hoe het werkt. Nou, jullie spelen. Wat spelen we? Linke soep. Ja, linke soep. Leuk hoor. Iedereen heeft 3 soeplikken. Gebruik die om aan de overkant te komen. Pak onderweg een soepstengel met je mond. Raak je de grond of laat je de soepstengel vallen, begin dan opnieuw. De eerste 3 jongens en 3 meiden die de overkant bereiken, gaan mee naar de battle. Ik heb gewonnen, Ronnie! Yes! Drie, twee, één, start! Oké, cijfer start is super moeilijk. Oh ja, even kijken. Die balans is super belangrijk. Ze gaan goed en super snel. Super close tussen nummer 2 en nummer 3. Er kan nog alles gebeuren. En welkom in het team. Oké, spring. Welkom in het team. Ik ben Sasha en ik hou van honkbal. Ik ben Sanne en ik zit op boeren. Ik ben Fleur en ik zit op basketbal. Dit zijn ze dan, mijn 3 meiden. Drie, twee. Hey, go! Je was er al. Hoppakee. Springen. Ja, goed zo. Ik ben Miguel, ik zit op voetbal. Ik ben Duncan, ik zit op voetbal en kickbox. Ik ben Esther en ik zit op voetbal. Dit zijn mijn 3 mannen. Nou, ga jij bekendmaken wat we gaan doen? Ja, ik ga het bekendmaken. Nou, wat gaan we doen vandaag? Wij doen vandaag de battle. Wist je dat? Judo bedacht is door een Japanner die Kano heet. Die vond Jiu-Jitsu veel te ruw. Hij haalde gevaarlijke technieken eruit, zoals slaan en schoppen. Dat werd de basis van judo. Je moet de tegenstander laten vallen met allerlei worpen en grepen. Pijn doet het niet echt. Want judo betekent zachte weg. Er zijn 2 soorten punten. Een wasari, als je bijvoorbeeld iemand op zijn zij laat vallen. Hou je iemand langer dan 20 seconden in de houtgreep, dan is dat de manier om een ippon te krijgen. Ippon is Japans. Even een lesje. Ippon betekent punt. Dojo is een trainingszaal. Hachime is het commando begin. Re, een judogroep. Ooit wonnen alleen maar de Japanners het WK. Maar de Nederlander Anton Geesink wordt als eerste niet-Japanner de wereldtitel in de open klasse. Oh, en daar zijn we trots op. Dus jij denkt dat je van ons kan winnen? Ja, wel praatjes. Jongens zijn veel beter dan meisjes. Wat zei je? Die meiden, die kunnen het wel schudden, want wij hebben een wereldkampioen. Kom er maar even bij. Ja. Hey jongen, hoe is het? Ja, heel goed. Ja. Het gaat sowieso goed komen vandaag, want onze topper
is een wereldkampioen. Ja, goedemiddag meiden. We moeten 3 dingen gaan oefenen, geloof ik, hè? Ja, we hebben 3 wedstrijdjes in totaal. Bij het grondgevecht gaat het eigenlijk echt om de ander op de grond te krijgen en daadwerkelijk in een houtgreep te nemen. Dus dan ga je echt proberen die wedstrijd te winnen. Dan ga je hier zo naast hem liggen. Je pakt zijn mouw. Je hou je eigenlijk zo beet. Rechterarm gaat om mijn hoofd. Ach, kom hier maar eens uit. Ja. Ja, dan heb je 10 seconden nu om eronderuit te komen. Houd je mee. Kom op. 3, 2, 1, 0. Ja, dus nu heb je gewonnen. En dat is de bedoeling dat je er ook uit probeert te komen, ja. Toch? Hè? Ja. Als je er helemaal in ligt, dat wil je. Dus probeer er maar uit te komen, hoor. Kom. Ja, vasthouden. Hij komt er bijna uit. Ik wil 10 seconden daar al geweest. Ja. Juist. Ja, prima. Zo kan het, ja. Bij de tweede finale, dan gaan we echt uchikomi maken. Wat is uchikomi? Ik zie jou al kijken. Dan gaat het om de techniek. Dus dan gaat het niet zo snel om de power, om de kracht. Maar dan gaan we echt proberen zo mooi mogelijk die worp uit te voeren. Dus we hebben een beenworp, we hebben een heupworp en we hebben een schouderworp. Maar we beginnen met de beenworp en die heet Osotogari. Hup. Heup naar voren en zwaai. Bata. Heup naar voren. Hoppa. Die andere kant. Juist. Met je rechterbeen. Nou. Lekker. Dit was de eerste worp. Ja. Zijn ze al toe in de tweede? Ja, denk ik wel. De heupworp. Je pakt met links weer de mouwbeet. En met je rechterhand ga je hier om de rug. Dan stap ik bij. Dus ik sta weer eigenlijk heup tegen heup. En ik zwaai met mijn been op. Met je rechterarm om haar middel. Super. Nou. Ja, goed. Ja. Instappen. Om het middel. Wabba! Leggen. Goed gedaan. Goed zo. Hop. En hoppa. Ja hoor. Oké, schouderworp. Dat betekent de spierballenworp. We stappen in. Ik maak een spierbal onder jouw oksel eigenlijk. Maak de spierbal. Tweede pas, derde pas. Wow. En daar gaat ze. Mooi afgeslagen. Ja. Verder en hoppa. Hoppakee. Goed zo. Heel goed. Het laatste onderdeel, dat gaat echt het wedstrijdje zijn. Je begint altijd met dan maken we een buiging naar elkaar toe. Je stapt naar binnen, maak je weer een buiging en dan begint het gevecht. Goed hoor, het ziet er goed uit. Oh, kijk, je zit. Ja. Oh, ja. Goed, Sasha, leggen neer. Ja, dit auto tot daar niet. Super! We gaan natuurlijk straks de wedstrijd helemaal verdelen. Heb jij al verdeling gezien? Ik denk dat we Tinde het grondgevecht laten doen. Ja. Wij denken dat jij dat kan doen. Fleur wil ik heel graag dat hij de mooie technieken laat zien. Dat ga jij doen. En dan Sasha gaat de grote finale spelen. Dat ga jij doen. Ga je kapot maken. Ik ga je kapot maken, zet ze. Dan ga jullie allemaal kapot maken. Nou, dat zou ik niet laten overnemen. Nee, dat zou ik ook niet. Nee, ik had het tegen jou. Oh. Niet tegen jou. Ja. Ik heb hem net op de rug gelegd. Serieus? Ja. Ja. Dat gaan we straks gewoon. Lassen. Praten we niet over. Nee. Okay. Waarom? Nou, gaan we even. We vonden het heel leuk om jullie gesproken te hebben. Ja. Voordat we straks naar die hele spannende finale gaan, eerst even de quizvraag, Noël. Ja, de quizvraag van deze week is, hoe heet deze worp? Laat zien. Yes. Oh, wauw, heftig. Denk jij het goede antwoord te weten? Ga dan naar onze website, vul je antwoord in en wie weet win je wel deze fantastische zelfsporttas. Succes! De finale gaat beginnen. En daarbij hebben wij een scheidsrechter, Theo. En de scheidsrechter gaat vandaag bepalen. De eerste ronde is het grondgevecht. De tweede ronde is de technische ronde. En de derde ronde is het staande gevecht. Oké, spannend. Ik ben helemaal klaar voor. Vind je het spannend? Helemaal niet erg. Zenuwen horen erbij. Je gaat gewoon je best doen. Heb je al tips voor hem? Ja, pak eraan. Weet je? Wat we net hebben geleerd. Ja. Hoppa. En je weet hoe je het geoefend hebt en het gaat helemaal goed komen. We hebben vertrouwen in jou. Oké, succes Tinder, succes. Kom op Tinder. Houd je mee. Kom op, Tinder. Tinder, ja!
Stop maar. Winnaar voor de jongens, 1 punt. Goed gedaan. Je bent er 3 keer onderuit gekomen. Ja, man, echt heel goed. Goed gedaan, kerel. Mooi, man. Mooi zo. Hey, goed gedaan. Hey, Fleur, jij mag. Succes. Je weet alle 3 de woorden nog, hè? Komt goed. Kom op, hoor, Fleur. Je kan het. We gaan naar de technische ronde. En de eerste worp is de Osotokari. En dat is een B-worp. En de jongens mogen beginnen. Ja. Oké, Fleur, nu jij, hè? Dit kun jij 1000 keer mooier en beter. Middelpakking. Goed vastpakken. Nastappen. Juist. Zo. Ja. We gaan naar de tweede worp, dat is een heupworp. En dan gaan we de ookworstje. Kom wat je oefenen. Dat komt goed. Ja, heel goed. Ja. Ja, mooi, mooi, mooi. Goed vastpakken. Beetje gaan, hè? Oh, oké. Okay. Ja. Oh, mooi. Oh, mooi. Oh, mooi. We gaan naar de derde worp van de technische ronde. Dat is de Ippon Sainike. Dat is wel een schouderworp. Lekker. Goed, lekker. Gewoon lekker. Gewoon lekker. Heel lekker. Ja, lekker. Spierballenworp. Fleur, je kent hem, met die spierballenworp. Spierbal. Mooi. Spannend. Goed gedaan. Dat was mis. De uitslag van de technische ronde. Ik vond de dames, vooral met name de laatste worp, het was echt heel spannend. Maar de spierbal, de spierbalworp gaf echt de doorslag. Dus de dames hebben hierbij gewonnen. Ja! Kan dat nou? Kan dat nou? Kan dat nou? We kunnen nog winnen, hè? Oké, okay, maar nu spant het erom, Sascha. Ik ga nog zoveel mogelijk punten pakken. Gewoon lekker vechten. Komt goed. We gaan naar de derde ronde, 3 minuten speeltijd. De Vasari rekenen we 1 punt voor. Voor de Ippon rekenen we 2 punten voor. Succes allemaal. Succes, Sascha. Ja. Groeten. Handje mee. Kom op aan mij, ziet. Kom op, Sascha. Sascha, 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 ja, lekker. 1 punt voor de mannen. Kun jij actie ondernemen? Goed. Ja, hey, jongen, goed. Gaat fantastisch. Pak hem maar gelijk. Kom, Sascha, kom op. Geef hem geen rust. Sascha. Dan hebben de jongens gewonnen met 2-0. Geef elkaar nog even een handje. Want dat betekent dat de beker gaat naar de mannen! Ja, mooi. Echt goed gedaan. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, nou, het was mooie wedstrijd. Een hele mooie wedstrijd. Ik vond dat laatste wedstrijd goed, hoor. Heel goed. Bedankt voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe battle. Doei!